leuk dat u weer kijkt naar ANVR TV. En wij gaan het even hebben over het duurzaam toeristisch ondernemen. Duurzaam toeristisch ondernemen, dat wordt al enkele jaren gedaan door touroperators. En het is nu ook tijd voor de reisagent en de zakenreisagent om met duurzaam bezig te zijn. Frank, duurzaam toerisme, wat verstaan we er eigenlijk onder? Nou, duurzaam toerisme betekent eigenlijk dat je met respect voor natuur, milieu, de samenleving op de bestemming zelf, op reis gaat, mensen op reis stuurt. En dat ook als zakenreisorganisatie of als reisorganisatie ook dan op een hele goede manier en met respect voor de omgeving mee omgaat. En ik vind eigenlijk, dat is onze taak in het algemeen, dat je probeert de negatieve effecten van het reizen zoveel mogelijk te verlagen en de positieve effecten, want die zijn er wel degelijk, te vergroten. Ja. En daar hebben reisorganisaties, maar met name ook reisbureaus, natuurlijk ook heel veel invloed op. Ja, en touroperators zijn er al langere tijd mee bezig. Nu gaan we beginnen met reisagenten. Waarom vindt de ANVR het eigenlijk belangrijk om zich bezig te houden met het duurzaam? Ja, ik zou bijna zeggen, eindelijk dat het gaat gebeuren richting reisagenten. Dat lag niet zozeer aan die reisagenten zelf. Hè, want we hebben op basis van de reacties altijd gehoord van, jongens, kom maar, want we willen graag. Dat lag meer aan het systeem. Je wil het dan ook wel heel goed doen. Ja. Dus dat heeft ons enige tijd gekost. En waarom reisagenten? Omdat daar vindt het contact met die klant plaats. En dus je hebt ook als reisbureau-medewerker, als reisbureau, ook de behoefte om zoveel mogelijk kennis te hebben, zodat je ook op een goede manier die klant kunt informeren. En ze zeggen altijd dat het begint bij jezelf. En het begint dus ook echt bij elke reisbureau-medewerker ook, om te kijken of zij dan ook zover kunnen komen dat ze die klant ook zo goed mogelijk kunnen informeren. En waarmee gaan we dan de reizigers toe om ze daarmee te helpen? Ja, we hebben een Travelife systeem. Dat is het online web-based systeem waar heel veel informatie staat op dat gebied. Dus we gaan iedereen, tenminste we hebben niet zo lang geleden allerlei duurzaamheidscoördinatoren gevraagd zich aan te melden. Dus die zijn nu, we hebben ze bijna allemaal in beeld. Die krijgen een training aangeboden en die gaan vervolgens ook een examen doen. En dat is wel verplicht. Dat is bij de touroperators ook. Ze hebben gezegd, van als we dat doen, dan moet iedereen dat ook verplicht doen. Dat gaan we ook met reisagenten doen. Dus er komt een uitgebreide ook workshops voor, gaan we doen. En uiteindelijk is er in het derde kwartaal een soort een examinering. Dan krijg je gewoon een certificaat. Dus inderdaad, dan hebben we eigenlijk de branche touroperators en reisagenten tezamen. Het is ook voor zakenreisagenten? Ja, het is nadrukkelijk ook voor zakenreisagenten. Die zijn al wat meer gewend om daarmee te werken. Want vaak worden die ook met tenders gevraagd vanuit de overheid om aan te geven hoe duurzaam zij bezig zijn. Dus mijn indruk is, en dat heb ik ook wel gezien in de praktijk, is dat zij op dat gebied al wat verder zijn. Maar we hebben ook gezegd, als we dan toch dat branchebreed willen doen, dan geldt het ook voor de zakenreisagenten. Ja. En ik moet zeggen, we hebben ook met zakenreisagenten al hele leuke gesprekken hierover gehad. En de interesse en de motivatie is groot. Dus binnenkort kunnen de reisagenten en de duurzaamheidscoördinatoren, zoals ze heten, kunnen dus meer verwachten over de deelname aan de training en de workshops. Nou, ze kunnen aan de slag. Het is hartstikke leuk. Natuurlijk moet je wat dingen gaan doen. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar het systeem zelf en de informatie die erin staat en de manier waarop we dat gedaan hebben, denk ik dat het hartstikke leuk is ook om te doen. Je moet het gewoon willen. Ja, prima. Wij houden u op de hoogte uiteraard.